Als je met onderzoekend leren en de digitale geletterdheid aan de slag wil, is de meest laagdrempelige manier om dat te doen een omgeving bedenken waarin kinderen moeten posten, moeten bloggen. Omdat ze dat, zien ze van zichzelf terug wat ze gedaan hebben. Ze zien van elkaar terug, ouders, iedereen kan je toegang geven tot die blogs. Iedereen kan het nalezen, ze kunnen daarop reageren. Ze moeten daar ook allerlei layoutvaardigheden hebben, want het moet er aardig uitzien. En dat kost niks, het kost praktisch niks. Je hebt ook niet 60 computers in je klas voor nodig. Ze kunnen het vanuit huis kunnen ze mee aan de slag.